Een hè? Geef je kind een, een lolly en dan houdt hij hopelijk weer een uurtje op een zeuren. Zo ziet u het? Zo zie ik het. Gisteravond werd bekend dat er ruim 460 miljoen euro vrij is gemaakt voor het onderwijs. Volgens Dirk lijkt het heel wat, maar is het onvoldoende om de problematiek op te lossen. Het is een bedrag die eh, al gedeeltelijk de vorige keer eigenlijk bloot was. Dus er zit eh, geld in die nu naar voren gehaald wordt per volgend jaar... Uh, en daarvan wordt het geld niet geïnvesteerd in bijvoorbeeld uh, de salariskloof die nu tussen het uh, basisonderwijs en het voedselonderwijs uh, enorm heerst. Uh, en dat was toch wel de belangrijkste insteek van het werkveld. Dirk werkt zelf in het voortgezet onderwijs, maar neemt het op voor zijn collega's in het basisonderwijs. Die elke dag weer het, het snot voor de voeten wegloopt, uh, alles er doen om met die leerlingen het, het maximale voor elkaar te krijgen, maar zien dat het gewoon niet gewaardeerd wordt. Onderwijsbond AOB heeft de staking van aanstaande woensdag afgeblazen. Tot onvrede van veel leden. Ja, ik zie op Facebook uh, gigantisch veel reacties. Echt heel veel mensen uh, die ook al uh, het uh, lidmaatschap uit AOB hebben opgezegd. heb ik ook gedaan. Uh, we, we gaan ons uh, heel veel nu uh, inschrijven bij leraar in actie. Een kleine bond die wel uh, echte belangen behartigt. WO in actie, waarbij 44.000 leraren zijn aangesloten, roept leraren op om woensdag naar de publieke tribune in de Tweede Kamer te komen. We zijn er gewoon letterlijk ziek van. En, uh, ja, ik heb ook hardop gedacht: van, uh, wordt woensdag die staking niet uh, uh, landelijk gedaan? Uh, waarom melden we ons niet ziek? Dat wij hier zo ziek van dat we in de kou gezet worden. En dat we op die manier toch nog een uh, signaal afgeven richting de politiek.